Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag en dat betekent een nieuwe week. Eerlijk, het is echt super aan het regenen. Dus dat is niet zo heerlijk. Vandaag weer lekker weer stage. Mijn haar is echt zo pluizig. Ik weet gewoon niet wat ik ermee wil doen. Ik ga me nu even opmaken en dan ga ik natuurlijk naar stage toe. Helemaal zin in de dag. Ja, ik moet heel even kijken of ik deze week tijd heb. Ik denk het wel eventjes hoor, maar dan even snel. En dan, maar je moet me even appen welke dagen je kan en dan reageer ik even. Ja. Ja. Oh, wat leuk, precies. Heel graag. Van allebei, ja. Ja, precies. Ja, Meerdy heeft, volgens mij had ze wel een goed mailtje teruggekregen. Dus je moet haar even appen, want het is nu een gesprek. Ja. Maar er was wel, volgens mij, ja, ik weet niet wat. Hallo allemaal, het is inmiddels avond. Ik ben al een tijdje thuis van stage. En ik ben eigenlijk een reel aan het filmen voor Xenos. En ik moet nog een andere reel filmen. Dit is voor het Instagram kanaal van Xenos. Maar ik moet ook nog een reel maken voor mezelf. Ik heb een andere reel. Geëdit. Ik heb deze super leuke spulletjes allemaal ontvangen. Het is leuk voor een kerstje of zo. Ik heb een alles in goud video opgenomen voor alles geshopt in het goud voor Xenos. En ja, daar heb ik super veel leuke items geshopt. Die video staat ook online op hun YouTube kanaal. Dus ben je er wellicht geïnteresseerd in, kan je het checken. Ik heb dit zelf eigenlijk voor mijn 21 dinner gekocht. Want ik ga een goud 21 dinner doen. En ja, I'm so freaking obsessed. Gouden bestek, ballonnen, leuke kaarsen, mooie glazen met een gouden rand. Dit is een drinkglas. Ik heb er hier 10 van. En ik heb ook 10 wijnglazen. Echt amazing. En dus leuke gouden servetringen. Nou, allemaal leuke spulletjes. Jongens, het is inmiddels avond. Ik heb super veel gedaan voor samenwerkingen. Dus het voelt helemaal productief en chill. En wilde ik eigenlijk met jullie een super leuk pakketje laten zien die ik heb binnengekregen. Van Lily Silk. Lily Silk heeft een webshop waar ze allemaal producten van echt satijn verkopen. Ze zijn heel erg tegen no way. Ze hebben 100% pure producten. En ja, ze geven echt het gevoel van een luxe product. Daarom zijn de prijzen ook wat duurder. Maar daar krijg je ook echt kwaliteit voor geld. Dus ik heb daar 3 items mogen uitkiezen. Degene waar ik eigenlijk het meest benieuwd naar ben, is het satijnen kussensloop. Ik lees hier altijd super veel over dat dit goed is voor je haar. En zoals ik in de vorige week vlog al zei, wil ik wat beter en bewuster mee met mijn haar omgaan. Omdat het gewoon, ja, ik wil het gewoon een beetje groeien en ja, gewoon wat betere kwaliteit haar krijgen. En volgens mij helpt het dus heel erg om op zo'n kussen te slapen. Oh my god! Packaging is on point. Ja, hier word ik dus al super blij van. Kijk, I love it. Wordt super leuk verpakt. Dus het is echt heel erg leuk om te geven als cadeautje. Omdat het echt al helemaal leuk is ingepakt. Zoals ik al zei, gebruik ik dus 100% satijn. Dus ja, beter kan je die krijgen. En of course ga ik morgen de items ook dragen. Want ik ben heel erg benieuwd. Ben je nou heel erg benieuwd geworden, kan je even het linkje in de beschrijving checken. En met mijn code voor 12 krijg je 12% korting. Dus ja, ben je wellicht geïnteresseerd. Check it out. Oh my god. Dit is zo'n mooie kleur. Ik ga alles zo even strijken. Voordat ik het om een kussensloop heen doe. Ik vind de kleur echt heel erg mooi. En het voelt echt super. Oh, het voelt echt zo lekker zacht. Heerly de peerly. Ik ga dit zo meteen even strijken. Oh my god.
Dit is dus een broek. En ik ben echt de laatste tijd helemaal into deze broeken. Oh my god, als die past, word ik echt gek. Welke maat heb ik ook weer? Oké, hij ziet er echt fabulous uit. Ik ga hem ook even strijken, maar check deze kleur. Hier van die leuke gouden knoopjes. En aan de achterkant heeft hij dus wel een stretchband. Dus ik denk dat het wel goed moet komen met de maat. Maar, oh, dit ziet er echt amazing uit. En dan als laatste zit hier echt een mega grote doos. Oh ja! Dit is een bizarre zachte broek. Dit is een, ja, joggingsbroek. Oh my god. Dit is zacht. Dit is echt niet normaal. Het voelt echt als vakkensjele kwaliteit. Ik ga dit allemaal even strijken en dan even aandoen en dan goed aan jullie laten zien. Oké, ik heb deze broekjes helemaal mooi gestreken. Echt een kwartier over gedaan. Pas ik hem niet. Echt, oh, hij gaat gewoon niet over mijn billen heen. Het is toch best wel ja, strakker als ik dacht, helaas. Dus dat is echt super jammer. Maar het is wel een hele mooie broek. Dus ja, misschien kan ik Nina of zo er blij mee maken. Want hij is wel echt ziek, ziek mooi. Ik heb dus nu die andere zwarte sweatpants bedoelde ik. Deze zit echt super, super mooi. En echt mega zacht. Hij is echt heel erg leuk. En heel lekker zacht. En hij ziet er echt super mooi uit. Dus hier ben ik echt mega, mega blij mee. I love it. Ik ga dit sowieso morgen lekker chilly willy aandoen naar stage. En ik ga even de kussensloop laten zien. Kijk hoe leuk het kussen ook staat op mijn bed. Leuk zoals groot middenkussen. Ik heb lekker een kussen gekocht bij de IKEA voor de kussensloop. Dus ja, het past helemaal chill erbij. Oh, echt super chill. Helemaal benieuwd of mijn... Ja, haar hier gaat van verbeteren. Het ligt in ieder geval wel echt super zacht. Dus ja, dat vind ik super fijn natuurlijk. Ja, ik ga in ieder geval mijn make-up eraf halen. Lekker slapen. En ik word zo blij. Wacht, ik ga even alle lampen uitdoen. Dan kan je het dus nog beter zien. Dat is leuk. Van de Christmas lights vibe. Hoe cute. Oh, I like it. Oké, jongens, ik heb de broek. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag... En ik heb de broek van Lily Silk aan. Kijk hoe pretty. I really like it. Ik heb deze leuke sneakers van Naked. De broek van Lily Silk. Hij is echt mega en mega mega zacht. Hij zit echt super mooi. En daarbovenop heb ik het truitje van Chiquelle. Heel erg cute. En ik heb eronder nog een topje. Voor als je dat ziet. Dus dat is het outfitje voor vandaag. En ja, dan ga ik lekker weer naar werk toe. Ik ga gezellig bij Cecilia eten. Eet je Cecilia? Nee. Cecilia. Ik vind jou echt jouw Cecilia eigenlijk. Ja, dat kan wel. Ja. Dat kan wel. We gaan in ieder geval... Cecile, die gaat lekker kippensoep maken. Met Leila in de buidel. Ja, jongens, moet je dit even zien. Maar jongens, ik zie het niet uit, dus ik kan je beter dan nou, ik doe je hoofd er niet op. Zo. Nou. Kijk nou. Ik heb ook een filmpje dat ik haar op ging halen. Hè? Echt? Ik haar toestuurde nog. Ja. Dat is wel cute. Hallo. Ja, je ziet helemaal niks. Nee, kut licht. Ja. Kut camera. We hebben lekker broodjes. Focaccia. Nou, het is heel goed. Dus kipsen maken. Yummy. Lekker. Heb je al je kleding laten zien van Lily Silk? Ja. Gister. Even nog een Maar ik ben dus bij Cecile uit werk en dan ga je lekker eten. Ze is lekker kippensoep aan het maken. Lukt het allemaal met die kippensoep? Nou, ben je aan het praten? Een vlog. Oh. Ja, het is klaar. Woe! Het moet alleen nog even afkoelen en die focaccia. Ik had zeg maar de oven aangezet om voor te verwarmen. Ja. Maar niet de oven zelf, alleen de graan. Oh. Koud, wat dom. Ik doe het erin, het is helemaal koud. Oh, ja, dit is echt lekker chips. Ja! Ik wil chips. Over Leila al verteld in de vorige week vlog. Oh echt? Dat ik thuis zeg, ja, Cecile gaat een hondje kopen. Oh, leuk. Per 100 gram is het alsnog
500 calorieën. Ja, maar het is meer dat zeg maar zo'n zak is dan lichter. Ja. En er zitten meer eiwitten in. Kijk. Lentil. Dus het is eiwit. Dus dat is erg goed voor je darmen. Ga je beter poepen. En beter in eiwit. En ik denk dat er ook wel minder gram in Dus je raakt ook meer gevuld. Er zit maar 85 gram in. Ja, en je raakt meer gevuld. En laat me nog eens even checken. Als je ooit voedingsadvies nodig hebt. Even kijken. Ja, maar jij hebt overal verstand van je huid, van de skincare, van de eten. Van... Ja, dat komt als iets een obsessie is geweest, dan heb je er daarna verstand van. Is je huid ook je obsessie geweest? Ja, want ik had dan puisten. Ja. En ik had natuurlijk ook eet-shit problemen. Ja. Dan weet je van alles, hoeveel calorieën, hoeveel eiwitten. Ben je helemaal obsessief mee en dan later besef je, het boeit eigenlijk geen fuck. Nee. En dat is echt zo. Ook al eet je gewoon, als je gewoon eet tot je vol zit en je let een beetje op, eet je kort. Dat is hetzelfde als dat je 1200 calorieën probeert te eten en dan aan het eind van de week krijg je een eetbui omdat het niet is gelukt. Je kan beter gewoon inderdaad normaal eten, maar wel gewoon opletten. Niet dat je alleen maar McDonald's eet en dit en dat. Als je gewoon normaal gewoon goed gezond eet en eet gewoon tot je vol zit. Is niks aan de hand. Ik zie ook heel vaak mensen van TikToks van dat ze dan heel erg proberen af te vallen en zo. En op het moment dat ze het hebben losgelaten, dat ze juist. Wie de fuck is dit nou weer? Ik heb geen vrienden. Wat kan dit zijn? Wie de fuck is dit? Wie belt er aan bij mij? Ik heb gewoon overgenomen terwijl ik niet weet wie het is. Jij hebt ook geen pakket. Dat is bezorging op kantoor. Nee. Ik laat altijd alles op kantoor doen, omdat de kans het grootst is dat ik er dan ben. Oh, Leili Wiley. Leili. Ik moet er wel iets moer gaan maken, want anders dan gaat ze niet tukken. Echt een schatje. Maar ik denk dat ze nu een after dinner dip heeft. Ja, ze heeft echt gefroten voor de Leili. Ja, en dan gaat ze zo meteen haar aanval krijgen als wij gaan eten. Ja. Gaat ze helemaal... Oh, ik ben even aan het editen. Working mode, dus. Nou, jongens, kijk eens hoe goed dit is gelukt. Ziet er echt heel lekker uit. Oh, jongens, ik ben zo dom. Ik ga gewoon totaal in de verkeerde trein zitten. Waardoor ik nu mijn andere trein heb gemist. Ik had dus een onderbuikgevoel dat het niet klopte. Dat was heel raar. En nu moet ik een half uur wachten. Irritant. Maar ja, wat doen we eraan? Hey, helemaal niks. Ik ga nu maar editen ofzo. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Wat zie ik hier? Dat is lekker. Het is vandaag... het is woensdag. Ik werk vandaag even een dagje thuis. Ik had namelijk echt een slechte nacht gehad. Ik had echt... Gewoon bijna niet geslapen. Ik had heel erg buikpijn. En ik weet niet, het was heel raar. Dus ik dacht, ik werk gewoon even lekker rustig dagje thuis. En ik ga nu even koffietje zetten. En dan ga ik lekker aan de slag. Ik ben de hele dag aan het werk. Het is inmiddels al... Het is al bijna 2:30. En ik heb sushi besteld. ik kon het gewoon niet laten. Ik zag gewoon allemaal reclames voorbij komen van sushi. En ik dacht, ik ga even gewoon een lekker mini sushi mukbangetje doen in de vlog. Dat is altijd leuk. Maar ja, ik ben er nu aan het wachten. Ik moest er een uur wachten. Ik had hem 2:15 besteld. En 2:45 komt het aan. Dus over een kwartiertje is het er. Alleen het is echt pas geweest. Dus ik weet even niet waar ik ga filmen. Want het is overal slecht gewoon. Ik heb echt heel weinig besteld. Maar in ieder geval in mijn gedachten was het weinig. Ik heb bij Alaf sushi besteld. Want het is de enige sushi tent dat naar mijn huis bezorgd. En bezorgd overdag. Misschien ga ik gewoon gezellig hier zitten. Al gezellig op de grond. Ja. Gewoon lekker hier. Dit is toch top. Voor een mukbangie. Ja, ik ben gewoon lekker aan het werk. Helemaal chill. Ja, ik kan gewoon niet wachten op mijn sushi dus. Vanavond komt Stan hier gezellig eten. En ik ga bananenbrood maken. Op een gezonde manier. Glutenvrij met amandelmeel. Dus ga ik ook nog even boodschapjes voor doen. Dus op zich wel een leuke, chille dag. Ik merk wel dat als ik nu thuis zit, dat het meteen een soort andere vibe is of zo. Ik ben zo echt gewoon kantoor. Maar ik had gewoon even nodig dat ik gewoon even thuis rustig kon zitten en even kon uitslapen. Want ik had echt niet geslapen gewoon vannacht. Maar goed, ik ga wachten tot mijn sushi er is. Het mocht even duren, maar het is er eindelijk. Echt, ik heb een half uur lang moeten wachten, want de autobezorger... Die was er niet of zo. Nou,
Lekker handig allemaal. Ik heb hier de sushi. Het is besef, het is al kort over 3 en ik heb gewoon nog niks gegeten. Dat ik gewoon aan het wachten was. Lekker, ik heb avocado makis. Handrolzalm. En een veggie box. Ik heb hier een veggie box. Oh. Ik heb er zo zin in. Ik vind het gewoon leuk om even met jullie te kletsen. Even te hebben over het leven. Oh, mijn god. Ik wil niet een te zware mukbang met is wel te professioneel of zo. Even tussendoor, just to catch up. Ik heb niet eens make-up op. Ik heb eigenlijk spijt van mijn keuze. Ik vind die veggie niet zo lekker. Die ei vind ik wel lekker altijd. Ik vind die veggie gewoon niet zo bijzonder of zo. Het is een hele rare combi eigenlijk. Maar ik vind dat ei altijd best wel lekker of zo. Mijn favoriete sushi. Het is een avocado. Gewoon een avocado maken. Het staat nergens op. I know. Nou. Ik heb echt spijt van mijn boxkeuze. Ja. Maar in ieder geval. Let's chat. Have a live update. Echt. Had je mij een maand geleden gevraagd. Hoe gelukkig ik me voelde. Was het echt. Een 3. Ik zit totaal niet goed in mijn vel, zoals jullie misschien wel in de vlog hadden gezien. Nou. Het is gewoon zonde, zoals je echt een vreugde met mijn leven. Het kwam eigenlijk gewoon omdat ik gewoon niet goed op een plek zat bij mijn oude stage. Ik weet niet, ik had gewoon echt even dat ik dacht, wie ben ik eigenlijk nog of zo. Ik had echt een soort identiteitscrisis. En nu heb ik echt zo om weten te draaien dat echt ik pas de vraag geef van welk cijfer zou je leven geven. En toen gaf ik gewoon met volle glimlach een 8,5. Dus tofu. Is niet vaak. Maar ook niet vies. Dat is een wat anders. Vind ik wel lekker. Ik doe nu gewoon, ik heb echt voor mezelf gekozen toen ik niet op mijn plek zat. En ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. En dat ik Habs & Lewis, mijn eigen management, me gewoon een kans heb gegeven om te laten zien wat ik kan en wat ik leuk vind. En daardoor zo mezelf kan zijn en gewoon helemaal mijn plek vind ofzo. Het is gewoon heel fijn om ergens te zitten waar je gewaardeerd wordt en waar je echt kan doen. Je kan laten zien wat je kan en daardoor alleen maar beter wordt. Oh mijn god. Oh. Ja. Super, super tevreden. Alles gaat goed met samenwerkingen. Het is natuurlijk wel echt een drukke maand voor de influencers. Maar ik vind het juist heel leuk. Van de zomer heb ik het gewoon wat rustiger gehad. En dat hebben waarschijnlijk wel meerdere influencers ervaren. In de zomer is het gewoon allemaal wat rustiger. Maar ook wel fijn voor jezelf dat je zelf ook gewoon een keer vakantie hebt, zeg maar. Want het gaat in principe altijd door. Even een happy. Maar ik neem het terug. Gewoon weer de zalm. Dit is mijn favoriete sushi, echt. Sowieso zalm vind ik echt lekker. Ja, het is echt eigenlijk bizar. Hoeveel impact iets kan hebben als je ergens zit waar je niet op de plek zit. Het heeft echt effect op je hele leven. Ja, je gaat gewoon aan alles twijfelen. Je gaat twijfelen aan je relatie. Je gaat twijfelen aan jezelf. Je gaat twijfelen aan de thuissituatie, aan je vrienden. Aan alles. Terwijl er eigenlijk, ja, dat ga je er allemaal bij betrekken. Terwijl dat er eigenlijk allemaal niks mee te maken heeft. Dus ik ben heel blij dat ik gewoon voor mezelf heb gekozen. Heb gekozen voor wat ik leuk vind. En hopelijk dat ik me zo blijf voelen. Want zoals ik me nu voel is het gewoon zo fijn en zo gelukkig en zo zit zo in de flow en ik weet niet. Dus ik kom alleen maar goede dingen op me af. Het is echt bizar en het is heel fijn en heel leuk. Dus
Happy dance. Ik ben ook een heel positief persoon van mezelf. Dat komt echt door mijn vader. Mijn vader is ook een heel positief persoon. Ik heb die positief echt van hem. Als er maar iets gebeurt in mijn leven, weet hij het wel positief om te draaien. En, oh, ik moet deze eten, want hij valt helemaal uit elkaar. No. Dit was lekkerder. Ja, dat heb ik echt van hem meegekregen. En daar ben ik super dankbaar voor. En ja, mijn vader heeft wel verschillende dingen meegemaakt in zijn leven. Maar ondanks dat is hij altijd gewoon positief gebleven. En ja, daar neem ik gewoon echt voorbeeld aan. Ik zie het steeds meer in. Waarom zou je niet positief zijn? Waarom zou je jezelf aandoen om negatief te zijn? Want het zit alleen maar in je hoofd. Jij maakt iets positiefs of negatiefs. Een ander niet. Een situatie ook niet. Het is echt hoe jij er in je hoofd zelf omgaat. En kijk, natuurlijk maak je erge dingen mee. Als iemand doodgaat, daar kan je gewoon niks positiefs aan koppelen bijvoorbeeld. Door je helemaal gek te laten doormaken, lost uiteindelijk ook niks op. Want jouw leven gaat wel door. En moet je proberen zelf dan het beste van te maken. Hoe moeilijk dat is. En waarschijnlijk ook diegene die dan misschien wellicht overleden is. Of iets ergs heeft. Dat ook alleen maar gewild. Dat jij wat moois maakt van je leven. We hebben een heel diep gesprek. Alles zit in je eigen hoofd. Awkward dingen zitten in je hoofd. Moeilijkheden zitten in je hoofd. Door het gewoon te doen, ga je gewoon zien dat eigenlijk alles mogelijk is. Als je maar gewoon doet. En als je maar gewoon achter staat. Ja, je houdt jezelf alleen maar tegen als je het niet doet. Dus speaking to you. Doe wat je leuk vindt en ga er gewoon voor. En alles is mogelijk. Alles. Alles wat je wil is mogelijk, jongens. Ga ervoor. Ik ga in dit grote bakbeest beginnen. Ik ga ook weer niet te veel eten, want het is dus alweer 4:30. Anders ga ik alweer avond eten. Jij had ook deze bij besteld. Die maakt het wel even weer goed. Handrollen zijn zo lekker altijd. Yum, yum, yum. Even om iets leuks te praten. Ik heb super, super veel zin in de feestdagen. Echt niet normaal. Vroeger vond ik de feestdagen dus nooit zo leuk. Ik weet niet. Ik vond het wel leuk, maar ik voelde niet echt die sparkle. Omdat ik gewoon waarschijnlijk niet heel goed in mijn vel zat. Vooral 2 jaar geleden. Oh, toen had ik echt de kutste kerst ooit, denk ik. Dat was echt, vond ik echt niet leuk. Spicy salmon. Dus ik leek altijd echt niet te eten, dit ding. Maar hebben jullie zin in de feestdagen? Wat gaan jullie doen? Hebben jullie al cadeautjes gekocht? Ik ga maandag cadeautjes kopen, maar ik weet niet wanneer ik dit online ga zetten. Ik weet ook nog niet of ik hier een extra video van ga maken of dat ik dit gewoon in een weekvlog ga doen. Ik vind wat hier ligt me nou ook niet allemaal zo erg aanspreken, dus ik laat het hierbij. Maar was het lekker? Oké, ik ga lekker de bananenbrood maken. Het is echt super simpel en glutenvrij en gezond. Wat ik ervoor gebruik zijn 3 bananen. Dadels om het wat zoeter te maken. En dus geen suiker nodig hebt. Notenmix. Amandelmeel. 3 eieren. Bakpoeder. Pure chocola. Een heel klein beetje gave siroop. Ik ga eerst de dadels een beetje mixen, de staafmixer met de bananen. Ik hou echt van koken en bakken en alles wat daar mee te maken heeft. Ik vind het echt super leuk. Ik vind het heerlijk om lekker in de keuken te staan. Je hebt eigenlijk hele rijpe bananen nodig, maar die hadden ze niet bij de supermarkt en had ik ook niet thuis. Het waren zeg maar de rijpste bananen die er waren, helaas. Dus ja, dat is wel een beetje jammer. Dan wordt de smaak iets minder bananerig. Oh, ze zijn echt wel een beetje hard. Dat is echt heel jammer. Het zijn ook wel een beetje kleine banaantjes. Dus misschien dat ik er wel 4 doe. Zo smaakt het helemaal niet naar banaan. Dus daar ben ik alweer helemaal bang voor.
Nou, ik heb net lekker bananenbrood gemaakt, zoals jullie hebben gezien. Ik dacht, het is wel leuk om het even te vloggen. Ik ga nu eventjes editen en ik denk dat de standaard elk moment aan kan komen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Het is 9 uur, ik heb een beetje haast, dus ik ga snel en dan zie ik jullie later wel weer. Oh my god, jongens, het is toch een partij koud. Dat is niet te doen. Ik vind het niet normaal. Oh, dit vind ik ook niet normaal. Fuck. Ik snap deze camera echt nog niet. Ik weet dat ze comment dat het beeld een beetje bewegend is of trillerig. Misschien is hij gewoon heel gevoelig voor bewegingen. Dus ja, dan moet ik nog even gaan kijken naar... Of ik vraag het zo meteen even aan Cecile, want zij heeft meer verstand van dat soort dingen. Ja, wat voor optie ik wellicht kan aanklikken dat anders is. Maar I will try my best. Ik heb even geëdit natuurlijk vorige week vlog en de kwaliteit is wel echt chill. Veel beter, echt I love it. Maar goed, ik ga nu naar werk en ja, het is echt fucking kut weer. Echt holy shit, ik bedenk je gewoon niet. Vieze regen, oh nee, het gaat steeds harder. Nou guys, ik ben alweer terug van stage. Vanochtend was mijn, ja, noem je dat, peet-tante, maar het is niet echt mijn tante, maar eigenlijk mijn oppasmoeder van vroeger, die heel veel op mij gepast. Eigenlijk een soort van tweede moeder, vanochtend gezellig langs. En toen had ze super lief een kaartje gegeven van de barista om daar te lunchen samen met Stan. Heel cute, I love her. En ik had wat besteld op de Bougie Shop. Want ik had nog van die beauty cadeaukaarten liggen. En toen dacht ik, oh my god, ik kan daar gewoon nog dingen mee bestellen. Dus dat heb ik gedaan. Dus ik heb het echt gisteren besteld. En het is gewoon echt nu al binnen. Niet normaal. Oh, wat lief. Ze hebben echt een persoonlijk kaartje erbij geschreven. Het is niet gesponsord, by the way. Ik heb het gewoon niet zelf gekocht. Maar wel via cadeaukaarten. Ik ben nu alweer vergeten wat ik heb besteld. Als eerst deze van NYX. Het is een primer. Een matte primer, want ik ben echt een glimbal. Dan heb ik deze van Revolution, een liquid blush. Ik heb namelijk nog geen liquid blushes. Deze liquid blush, ik had deze namelijk nog niet. Ik heb nog geen liquid blush. Dan van Revolution een eyeliner. Ik heb nou ook een goede eyeliner en ik wil echt leren eyeliner zetten. En dan had ik deze crème. Deze heb ik eigenlijk voor Stan besteld. Deze crème en deze heb ik eigenlijk besteld voor Stan. Want hij heeft een beetje last van droge huid en zo. Dus ik dacht, dat is fijn voor hem. Heeft hij een lekker crèmetje. Ik ga meteen naar hem sturen wat het binnen is. Vindt hij wel leuk. Dus ja, dat is even een mini shoplog. Ik ga nu even lekker in bed editen, denk ik. En ik ga outfits uitzoeken, want ik ga morgen foto's maken op kantoor met Isa. Ik zeg dit echt al heel lang. Maar ik wil gewoon zo graag in Amsterdam wonen. En ik heb zoiets van, ja, waarom zou ik het niet doen? Want ik heb gewoon op het moment, verdien ik genoeg om in Amsterdam te wonen. Nieuwjaar gewoon sowieso doen. Ik ga het gewoon doen. Fuck my life. Ik ga nu slapen. Het is 11:30. Ik heb net even mijn haar geveend. Ik ben lekker in de douche geweest. En ja, morgen weer een nieuwe dag. En... Ik weet niet, ik heb niet echt mijn avond of zo. Een hele avond zo fucking chagrijnig. Ik weet niet wat het is, maar goed. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Het is alweer vrijdag. Woehoe. Ik ben onderweg naar werk. Ik ga vandaag foto's maken met Isa, dus ik heb mijn koffer ingeladen. En het meest kutte ooit, ik ben mijn oortjes vergeten. Nou... Echt, ik vind het zo kut. Maar ja, anders als ik, ja, ik kan gewoon niet in de bus muziek luisteren. Thuiswerk luister ik muziek. Ja, het is gewoon fucking irritant. Maar ja, goed, we kunnen niks aan doen. So be it. Maar ja, ik ben heel erg naar de bus. Nou, jongens, wat er nu is gebeurd. Ik heb nog nooit zoiets doms meegemaakt. Ik ben gewoon... Met een kip zonder kop die bus in gegaan.
En ik ben gewoon al mijn spullen vergeten. Maar gewoon mijn hele koffer. En mijn laptop en mijn spullen en alles gewoon. Dus ik ben nu gewoon 40 minuten bezig geweest om te reizen. Want ik was al helemaal op Schiphol. Nou, dit is zo fucking dom. Ik heb nog nooit zulke domme mensen meegemaakt. Ik ben gewoon ondertussen een half uur, 40 minuten, half uur verder of zo. Dit fucking kut ding met me heet, echt. Ah, ik zit opeens in die bus en denk, huh? Waar is fuck is mijn tas eigenlijk? Ik dacht, oh my god. Ik heb een koffer, nou, mijn hart. Ik zakte door de grond. Wat een domme ochtend. Nou, jezus, die ochtend begint niet goed. Oh. Ik zie je even één krijgen, hè? Ja. Kast open. Echt, wat een spoor. We gaan Lily Wiley even laten plassen. Ga maar plassen. Goed zo. Ach, kijk nou. Wat een troppie. Kom maar. Ja, plasje. Ja, goed zo, Lily. Goed zo. Dat is wat we willen zien. Ik ben op werk, dus... Ach, het is echt even niet mijn dag of even niet mijn week of zo. Ik weet niet, ik voel me gewoon totaal niet mezelf. Ik weet echt niet wat het is. Ik weet niet, ik heb het gewoon heel druk en mijn hoofd zit gewoon overvol. Ik heb het gewoon heel druk en mijn hoofd zit overvol en ik weet het helemaal niet. In ieder geval, het is gelukkig bijna weekend, dus dat scheelt. De computer loopt ook weer helemaal vast. Ik vind het allemaal wel echt fucking leuk wat ik doe trouwens. Echt, ik ben zo blij met mijn stage. Hè? Helemaal naar mijn zin. Laila, die heeft hier net gepoept in het kantoor. En die zat er aan te vreten. Dan moet ik opruimen. Ja, echt, mij niet wel. Ik ben er echt niet zo goed in. Met honden en dieren en beesten weet ik het nou. Oh, waarom loopt dit nou weer vast? Maar goed, vanavond ga ik gezellig naar Stan, dus dat is heel leuk. En ik heb fucking veel honger, tot 1:30. Het slaat er nergens op. Avond. Lee. 27 meter. 27? Ja. 27 meter. Ja. En waar is het zo getapt? Wat voor jou. Geplast. Yay. Yay. Kijk. Kijk eens. Hallo Leila. Hallo Leila. Hallo Leila. Nou jongens, de kerstboom is helemaal klaar. Hoe cute! Ik ben met Ys. Long time no see. Ja, echt heel lang. Maar we gaan even fotootjes maken in kantoor. En ja, verder gaan we niet even doen. Nee, gewoon foto's maken. En vanzelf. Nou jongens, echt te doen voor het leven. Ik had... afgelopen weekend alleen maar in slow motion gefilmd. Ik heb dus een bepaalde setting per ongeluk verkeerd gedaan. Waardoor ja, ik alles in slow motion heb gefilmd. Echt schiet mij dood. Maar ik kan al die beelden gewoon niet gebruiken. Dus ik hoop dat jullie de vlog alsnog leuk vonden. Zonder dat het weekend er echt bij is. Ik baal echt enorm. Ik heb net een hele tutorial van een 2 uur gekeken hoe deze camera werkt. Want ik snapte gewoon niet hoe de camera werkt. En ik vond het gewoon kut. Goed, dit was in ieder geval de vlog. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond om naar te kijken. Ik vond het in ieder geval ja, weer heerlijk om te vloggen. Ik hou ervan. Ja, heel erg bedankt voor het kijken. En vergeet zeker niet me te supporten. Door een blauw duimpje omhoog te geven. Door te abonneren op mijn YouTube kanaal. Door me te volgen op Instagram. You know the drill. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!